Danny Bakker, dit was een ander gezicht van ADO Den Haag. Ja, dat kan je wel zeggen natuurlijk. Als je kijkt naar de periode voor deze wedstrijd. En dan ga je met vertrouwen naar AZ, maar dat mocht niet baten. Wat is nou het echte gezicht van ADO? Die overwinning tegen NEC en die twee gelijke spelen ervoor of deze? Ja, het is best wel heel erg wisselvallig dit seizoen. En de laatste tijd heb ik weer veel vertrouwen uit voor afgelopen wedstrijden. En dat begon al bij Feyenoord thuis. En daar put je gewoon heel veel vertrouwen uit, omdat je gewoon als team vecht met elkaar. En dat je strijd erin gooit. En de voetbal is niet altijd, altijd mooi, maar ja, dan gaat hier van natuurlijk om de situatie waar we zitten om de punten. En dat hebben we afgelopen tijd hebben we goed gedaan. Alleen vandaag hebben we dat nagelaten. De laatste weken verwachten we als volgers van ADO Den Haag ook geen mooi voetbal, maar wel werklust. Maar dat heb ik vandaag niet gezien. Nee, precies wat ik zei. De afgelopen periode hebben we dat gewoon kaart laten zien dat we als team gewoon heel erg goed kunnen vechten voor elkaar. En dat was denk ik ook de kracht van de wedstrijd die we hebben gespeeld. En daardoor hebben we ook punten gepakt. Alleen vandaag begon je ook heel erg slap en begon nog gewoon bij de aftrap gelijk. En de eerste, ik geloof 10 tot 12 minuten, zei je gelijk 2-0 achter. En ja, eigenlijk voelde het toen al gelijk als een verloren wedstrijd, omdat je dan natuurlijk gewoon nog steeds slap begon en zo slap verder ging. En een balverlies ook van mij kwam de 3-0 aan, toen was het eigenlijk wel merendeels wel klaar. Heb je verklaring voor dat tamme optreden van jullie vandaag? Nee, ja, dat vind ik moeilijk. Wat ik zeg, je putt er even vertrouwen uit de laatste periode die je neerzet. En daar ga je met vertrouwen hier naartoe. Je weet natuurlijk dat het een hele lastige wedstrijd wordt, maar je weet, AZ kwam ook niet echt uit een goede serie. Probeer je daar gewoon wat neer te zetten. En wat ik zeg, als je binnen 10 of 12 minuten gelijk 2-0 achter staat, dan wordt dat heel erg lastig. Waarom werd jij het kind van de rekening in de rust? Ik weet niet, dat ligt aan de trainer, maar dat is gewoon zijn keus en die heb ik te accepteren. En nu? Een klein deukje opgelopen in aanloop naar de topper tegen Roda? Natuurlijk is Roda natuurlijk wel een beslissende wedstrijd voor ons. En een thuiswedstrijd. En Roda staat wel heel erg dicht bij ons. Dus die moeten natuurlijk niet uitlopen bij ons. Maar we hebben in ieder geval 2 weken om ons voor te bereiden. En die 2 weken hebben we gewoon hard nodig ook. Eén ding is zeker, dat mag niet gebeuren, zoals vandaag, dat dit weer gebeurt tegen Roda. Ja, tegen Roda moet je natuurlijk gewoon laten zien wat we in de afgelopen periode nu hebben gezet. En als je dan zo begint, net als vandaag tegen Roda, ja, dan ga je het ook heel erg moeilijk krijgen tegen Roda thuis. Ja, dat mag niet gebeuren.